Goedenavond, dames en heren in de studio, kijkers thuis allemaal. Een goede avond, hier zijn we met ons smalfilmmagazine Vizier. Wij nodigen tegenwoordig de grootste en de kleinste filmclub per provincie uit. En vandaag zijn we aan de provincie Brabant. Vandaag bij ons te gast de grootste filmclub uit de provincie. En dat is de Heverleese Filmgroep. We hebben twee gasten hier aanwezig. Ook verschillende leden van de club hebben deelgenomen in het panel, in ons publiek. En vandaag stellen wij u twee films voor die door hen zijn gemaakt. Een applaus graag voor onze eerste gasten. Er zijn hier mensen aanwezig die eraan hebben meegewerkt? Ja, heel wat mensen hebben aan die film meegedaan, maar de twee cameramannen zitten hier toch die het ongeval zelf toch grotendeels voor hen voor hun rekening genomen hebben. En dat is Constant Schoenmaker en dan Maurice van den Bos. Maurice, jij hebt camerawerk gedaan? Ja, ik heb vooral tijdens de opname van het ongeval heb ik eigenlijk zo'n beetje carte blanche gekregen. Mocht ik opnemen wat ik wilde. Vooral close-ups om de montage gemakkelijker te maken. Je zou het trouwens zien in mijn nieuwe film die nu komt. Daar heb ik De Vlinder die uitkomt. De nieuwe film waar ik aan bezig ben. We zijn nu alvast benieuwd naar de volgende film. Ja. Maar we gaan het nog een beetje houden bij de film die we vandaag hebben gezien. Ja. En je hebt iemand aan je zij gehad die zeer goed was wat de sonorisatie en de montage inderdaad, betreft. Dat is Julien Keimolen, die ik heel dankbaar voor ben voor zijn montage en voor zijn sonorisatie. Dat is zeer goed gedaan. Ik wens jullie dus nog veel succes. Je krijgt deze stoel mee als aandenken aan ons programma Vizier, deze regisseurstoel. Van u, dames en heren in de studio en kijkers thuis, nemen wij voor vandaag afscheid van u. We zijn er terug over een maand. Tot kijk. Geven en nemen, dat is de titel van de tweede aflevering uit de serie Met andere ogen,